uit te spreken aan de vele gemeenten die ons de afgelopen periode hebben gesteund. En specifiek ook de 39 gemeenten die deze motie ondersteunen. Ook zijn we blij dat de publiekscampagne nu gaat starten. Voorzitter, op het VVD-congres heb ik gezegd dat de uitspraak dat solide overheidsfinanciën een speerpunt van dit kabinet is, mij als wethouder pijn doet. Want dit kabinet doet veel te weinig om het ravijnjaar op te lossen. Dus waar wordt gesproken over solide overheidsfinanciën, moet u lezen Rijksoverheidsfinanciën. En ik hoef u niet uit te leggen hoe bizar deze motie eigenlijk is. Dat we met elkaar in een situatie gekomen zijn dat we denken dat het nodig is om een mede-overheid te wijzen op haar wettelijke verplichting. Raden in Verzet, de hete adem in de nek van de VNG, wil de financiële positie van de gemeenten in Nederland redden. Niet voor ons als raadsleden, maar voor onze inwoners. De tijd tikt weg. Er is bijna geen beweging vanuit het kabinet en Tweede Kamer geweest. De ravijnjaren voor gemeenten staan voor de deur. Buitengewoon beroerd voor onze inwoners. Het gemis van 2,3 miljard euro per jaar vanaf 2026 zorgt ervoor dat gemeenten echt veel minder voor onze inwoners kunnen doen. Dat kan en mag niet. Op 24 mei werd een motie van Zaanstad bijna aangenomen. Als Raden in Verzet roepen wij de VNG op om die nu uit te gaan voeren. Dus niet meer polderen, maar een streep in het zand trekken. Het is tijd om vanaf nu over te gaan op plan B. Doe het. En wij, raadsleden, zijn geen raadslid geworden om onze steden en dorpen kapot te zagen. Dank u wel.